Welkom bij de 11.3 Biocast en die gaat over vervoer. Vervoer in de lichamen van en implanten. Vervoer in je eigen lichaam, daar heb je al bij Run to be Fit vorig jaar naar gekeken. Maar bij een insect gaat het wat anders. Je hebt gezien, de insect die krijgt zuurstof via tracheeën, buizenstelsel door het lichaam. Daar raakt hij ook koolstofdioxide mee kwijt. Maar de voedingsstoffen, hoe komen die daar? Daarvoor is een bloedvatenstelsel. Bloed stroomt door een aantal hartkamers achter elkaar. En die wordt naar de kop gepompt, dat bloed. Nou ja, bloed, hemolymfe eigenlijk, want het vervoert geen zuurstof. En daar komt het buiten de bloedvaten. Het is een open bloedsomloop. En door het lichaam, tussen de cellen door van die insecten, stroomt het bloed weer terug naar achteren. In al die hartkamers, daar zitten gaten en via die gaten komt het bloed dan weer in die hartkamers terecht. Hier zie je een sprinkhaan met die hartkamers. Je ziet ook de gaten zitten, de openingen. Het verteringsstelsel zie je ook zitten, maar daar heeft het natuurlijk niks mee te maken. We gaan het bloed volgen. Hier is het bloed, het wordt naar de kop gepompt en stroomt tussen de cellen weer terug. Geeft daar voedingsstoffen af. En kan afvalstoffen opnemen en komt dan weer via die openingen terecht in de hartkamers en wordt weer rondgepompt. Een open bloedsomloop van het bloed komt hier buiten de bloedvaten. Een vis heeft een gesloten bloedsomloop. Het bloed zit hier in een boezem en gaat via de kamer naar de kieuwen. En daar neemt het bloed zuurstof op. Dit bloed vervoert dus zowel zuurstof als voedingsstoffen. Als het zuurstof heeft opgenomen, stroomt het door naar de organen waar het zuurstof afgeeft. En voedingsstoffen natuurlijk, het neemt koolstofdioxide en afvalstoffen op en stroomt dan weer terug naar het hart en kan dan weer opnieuw een ronde gaan doen. Een enkelvoudige bloedsomloop dus. Hier zie je hem schematisch met het bloed in de boezem, via de kamer, naar de kieuwen, naar de organen en weer terug. En zoogdieren hebben een dubbele bloedsomloop. Het bloed zit hier aan de rechterkant, weet je nog, van het hart. In de boezem, de rechterboezem, stroomt via de kamer naar de longen, neemt dan zuurstof op en komt dan terecht in de linkerkant van het hart. In de linkerboezem, via de linkerkamer, gaat het naar de organen waar het voedingsstoffen en zuurstof afgeeft. En koolstofdioxide en water, afvalstoffen opneemt. En weer terug naar het hart brengt. Ook planten die hebben transport, vervoer. Bijvoorbeeld het water. Het water dat uit de grond komt, dat wordt door de wortels opgenomen en dan vervoerd helemaal naar boven aan toe. Hier zie je het water, komt terecht in het blad. En je weet, het water is nodig voor fotosynthese. Bij fotosynthese ontstaan glucose en die glucose moet ook door de hele plant vervoerd worden. Dus het water dat in de bodem zit met de mineralen wordt vervoerd en nu wordt de glucose die gemaakt is ook vervoerd naar de hele plant toe. We kijken naar een doorsnede van een stengel met daarin de vaatbundels. De houtvaten, de blauwe vaten, die vervoeren het water met de mineralen naar boven. En de oranje of rode vaten, dat zijn de bastvaten, die vervoeren het water met daarin de glucose en de andere opgeloste voedingsstoffen, zowel naar boven als naar beneden. Want ook bijvoorbeeld in de bloemen is geen fotosynthese en daar moet toch glucose zijn. Dus via de houtvaten alleen naar boven en de bastvaten zowel naar boven als naar beneden. En aan de buitenkant heb je de bastvaten zitten en aan de binnenkant de houtvaten. We kijken hier naar de hartslagen per minuut in rust van de verschillende soorten. Onderop een spitsmuis, een klein diertje die een hele snelle hartslag heeft, 800 slagen per minuut. De mens heeft er
zo'n 70. En de blauwe vinvis, maar 7. Maar die heeft dan ook een hart dat net zo groot is als een Volkswagen kever. En met die Volkswagen kever zijn we aan het einde gekomen van de 11.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.